Zal ik jou voorgaan naar de bank? Ja, graag. Wij zijn in het iFilm Museum, waar vanavond de documentaire over het leven van Fien de la Mar in première gaat. Jij becommentarieert het beeld. Wie was Fien? Fien was een grote ster in haar tijd. En Fien danste, ze zong, ze speelde toneel, ze speelde in films. Het was een... Fien was iemand die eigenlijk alles kon spelen. Ik wil gelukkig zijn. Ik weet van malligheid niet wat ik doe. Wat vind jij het meest fascinerende aan haar? Het meest fascinerende is de manier waarop ze de dingen doet. En daarmee wil ik zeggen is dat ze, het lijkt allemaal heel erg intuïtief wat zij doet. En wat we van haar weten, dat is dat ze deed waar ze zin in had. En dat ze af en toe te laat kwam en dat ze zich daar ook niet voor schaamde. En ze was de koningin. Je hebt met veel grote internationale acteurs samengespeeld. Onder wie Isabella Rossellini, ja. Glenn Close, Tim Roth. Herken je dat onhandelbare gedrag op de set of niet? Nee, helemaal niet. De mensen met wie ik heb gewerkt, die waren zo ongelooflijk professioneel. Ja, het zijn ook allemaal films waar heel veel geld mee gemoeid is. En dan weet je als acteur echt wel wat je wel en niet kan maken. Jouw carrière begon met Spoorloos van George Sluizer. Ja. Waarin je een toerist in Frankrijk speelt die spoorloos verdwijnt. Vous êtes un menteur. Menteur? De rol leverde jou een Felix Award op en tal van buitenlandse filmaanbiedingen. Waarom was jij zo gewild in het buitenland? Wat heb jij wat andere actrices kennelijk niet hadden? Nou, ik heb vooral heel veel geluk gehad. Ik weet gewoon dat er heel veel actrices zijn die net zo goed zijn en net zo bijzonder. Grappig genoeg, een van jouw bekendste films is een film die nooit gemaakt is. Oh ja, Stanley Kubrick. Nou ja, die had mij ook gekozen, dus ja, waarom doet hij dat? Maar zelfs boven Julia Roberts, want de studio's die hadden Julia Roberts naar voren geschoven. Je gaat ongetwijfeld naar heel veel premières toe. Wat is je mooiste rode loper ervaring? Oh, ik kan je de ergste rode loper ervaring beter vertellen. Ja, dat was bij Paradise Road van Bruce Beresford. Het was in L.A. En ik was ook uitgenodigd en ik ging dan met een andere actrice. Moesten we in zo'n limousine en dan kwam je aanrijden en dan moest je eruit, et cetera. En er stond een hele batterij fotografen stond daar. En die camera's, die lens hingen allemaal zo naar beneden. Want als je dan uitstapt naar die auto, gaan de lenzen gaan allemaal zo. Dus op een gegeven moment was het zover, mochten we uitstappen. Dus al die camera's die gingen zo omhoog. En toen zagen ze wie er uit de auto stapte. En toen gingen ze allemaal en naar beneden. Terug naar vanavond. De documentaire heet Ik wil gelukkig zijn. Als er ooit een documentaire over jou gemaakt zou worden, wat zou dan een passende titel zijn? Oeh, dat is een mooie vraag. Ik zou zeggen iets als neem het leven zoals het is of omarm de dingen die op je weg komen. Ik weet niet of daar heel veel mensen op afkomen. Nee, denk het ook niet. Maar ja, ik ben toch niet wereldberoemd, dus doe die documentaire dan maar niet. Wat kunnen we op korte termijn van jou verwachten? Wat zeker is, is dat ik in een toneelstuk ga spelen met Hans Croisset. De vader heet het. En hij speelt mijn vader die aan Alzheimer lijdt. En ik speel zijn dochter. En binnenkort wordt duidelijk in welke serie ik ga spelen. Want ik heb de hoofdrol in een hele grote Europese serie waar ik heel blij mee ben. Maar ik mag er nog niks over zeggen, het spijt me. Nee, nou, ik wens je daar ontzettend veel succes mee. Leuk om met je gesproken te hebben. Ik had graag toch langer met je op de bank willen blijven zitten. Ja. Maar volgende jij moet zo meteen de première in. Als ik wereldberoemd ben, dan kom ik dan weer terug. Dankjewel. Jou bedankt. Dank je.